Het is alweer bijna een jaar geleden dat Jelle naar Dallas ging om Aliens Colonial Marines te checken. Een shooter die al erg lang in ontwikkeling is. Misschien wel te lang? In about 30 seconds, that horizon is gonna turn black as the most dangerous killing machines in the universe rise up over it. Make sure you come back alive. All of you. We're spread thin as it is. All ground units prepare for deployment. Here we go. Als ik het heb over te lang, dan doel ik niet alleen maar op mijn penis, maar ook op het feit dat... Wat is dat nou weer voor een bruggetje, Skate the Great? Ik heb hem inderdaad een jaar geleden gezien en gespeeld, de multiplayer en de singleplayer. En die game, hij voelde al best wel af. En het dat feit mag dat ook wel als ze er al zoveel jaar mee bezig zijn. Precies, en het feit dat hij daar nog steeds niet uit is gekomen is waarschijnlijk zo dat ze nog een verhaal hebben moeten schrijven en nog af hebben moeten maken of iets dergelijks. Daar begin je toch mee? Ja, nou ja, misschien begin je er ook wel mee. Dus waarom het zo lang duurt, ja, dat weten we eigenlijk niet. Wel weet ik in ieder geval dat het is gewoon een oldschool... het is echt een oldschool first-person shooter. Ja. Gearbox software. Precies, Gearbox. We hebben natuurlijk laatst Borderlands 2 van ze gehad. Een heel ander soort game. Dit is weer echt... Weet je, ze hebben ook die soort van retake van Duke Nukem gedaan. Nou, dit is dan niet een retake van een game. Dit is wel echt een nieuwe start eigenlijk in de Aliens franchise. Colonial Marines. Het speelt zich af tussen deel 2 en deel 3. En van de film. Van de films, inderdaad. Ja. En dat is het toffe. Dus dit is echt een officieel deel in de Aliens franchise. Waar het niet dat dit dan een videogame is. En ze hebben dus wel nog gewoon steeds een soort van dat oude, weet je, wat id Software en Gearbox vroeger altijd deden. Zo'n soort shooter is het geworden. Ja. Ze hebben er alleen wel echt een ontzettende scriptschrijver opgezet. Die dus een heel, heel episch plot tussen 2 en 3 heeft geschreven. Ja, met heel veel herkenbare punten voor de echte filmbuffs. Gewoon de geeks die films van het begin tot het einde kunnen dromen. Er zitten een aantal fragmenten in. Ik zag bijvoorbeeld dat je op een gegeven moment binnenkomt lopen in een ruimte. En dan zeg je, what the fuck, er liggen daar benen en witte vloeistof en shit, weet je wel. Ja, en je moet gaan op zoek naar die andere helft. Precies, dat inderdaad. Je moet sowieso op zoek naar Ripley en dus de mensen die vanaf Aliens, zeg maar, de Sulaco, zeg maar, zijn verlaten. Om nog even mijn verhaal af te maken. Ik bedoel, het is... als je de films niet gezien hebt, dan heeft het een functie. Ja. Weet je wel, gewoon die scène. Maar heb je de films wel gezien, dan wordt het een feest van herkenning. Ja, oh, it's Bishop, weet je wel. Precies, echt een feest van herkenning. Want je ziet inderdaad Bishop, je ziet wapens die je kent uit de series. Weet je, tot met die soort van... Ja, weet je, een soort van minigun die je zo vasthoudt. Flamethrowers, alles zit erin. En wat ik dus nog het knapste vind hieraan is... die sfeer van dat schip, dat zit er zo vreed in, weet je. Nou, ik heb dus een jaar geleden voor het laatst gespeeld. En, nou, weet je, dus het zag er al zo vreed uit. En weet je, die lichteffecten, die... Het was net alsof je daar bijna echt rondliep, zeg maar. Op dat schip dat je ook kent uit die film, dat nare sfeertje. Ja. Het is echt heel knap gedaan. Niet alleen de singleplayer, maar ook de multiplayer lijkt heel interessant te worden. Je kunt sowieso met 4 man de game doorlopen. Gewoon, co-op. Ja, precies. Maar multiplayer wordt ook wel weer een stukje interessanter. Althans, ja, dat hebben we in het verleden ook wel eerder gezien. Het zijn gewoon de USMC's tegen de Xenomorphs. Ja. En, hebben we dat in het verleden wel eens gezien? Dat je ook de Xenomorphs kan spelen? Want dat is nu het ding. Ja. Ik weet niet meer welke Aliens game het is. Of het een Aliens vs. Predator waarschijnlijk dan. Of iets anders, maar ik heb ook wel eens gewoon met de Xenomorphs gespeeld. Ja. En dat is nu niet veel anders. De USMC's met hun standaard bewapening. Waarbij het absoluut heel erg belangrijk is om gewoon echt goed samen te werken. Ja, je moet echt back-to-back. Ja, want de Xenomorphs dan... die komen gewoon echt in packs en grote getalen op je af. Nou ja, dat zijn de andere spelers, hè, natuurlijk. Dus ja, het is wel een gelijk aantal. Alleen die Xenomorphs die zijn... Ja, die zijn gewoon heel sterk. Ja, en dat niet alleen. Ze zijn heel stil. Ze zijn praktisch geruisloos. Ze kunnen atletisch springen. Ze kunnen door vents ze heen gaan. Daar waar de mensen niet kunnen. Dus ze hebben absoluut wel een voordeel. Ze kunnen door muren heen kijken. Ja. Weet je wel? Dus... Nou, kijk, weet je, er zit deathmatch in en escape. En dat komt eigenlijk een beetje op hetzelfde neer. De ene is gewoon overleven en escape is van punt A naar punt B. En, maar die deathmatch, ja, dan denk je van dat zijn twee gelijke teams. Weet je, 8 tegen 8, 4 tegen 4. Maar dat is dus niet zo, want het zijn wel degelijk hele andere soorten spelprincipes wat je elke partij doet. Want inderdaad, de USMC's die spelen een soort van
first-person shooter, maar die heel erg in defense. Weet je, je moet inderdaad echt gewoon turrets neerzetten, elkaar, en zo. Elkaar echt dekking geven. Want anders dan ben je binnen letterlijk 20 seconden de pijp uit. En de Xenomorphs die spelen een soort van hunting game, zeg maar. Weet je, die kunnen door muren kijken, zien waar de Marines lopen. En ja, die spelen echt een heel ander spelletje. En dat vond ik, ik dacht eerst van geef maar iets normaals of zo. Maar het werkte dus verbazingwekkend goed. Het was echt fun. Weet je, vooral als mens voelde je echt opgejaagd. En als Xenomorph was het heel tof om je heel machtig te voelen. Waar het niet dat er inderdaad heel dichtbij staat. Het zijn twee shotguns, schoten nog steeds genoeg, gelukkig. Ja, je kunt ook op een gegeven moment wel een soort van power-up krijgen als Xenomorph zijnde. Dat je een soort van schild voor je hebt. Maar, en dat je dan gewoon heel snel een soort van rush move kunt maken. Maar dat maakt jou wel kwetsbaar aan je achterkant. Ja, dus, bijvoorbeeld. Je, nou, elk voordeel heeft zijn nadeel, ook in deze game. En ook ongeacht welk ras je speelt. Uiteindelijk moet nog maar blijken, als je deze game langer speelt, de multiplayer, of de balans daadwerkelijk echt goed is. Ja, maar ik denk, weet je, er zijn natuurlijk heel veel games hebben gewoon verplicht een multiplayer. Ik vind het groter. Ik vind het groter dan dat in deze nee, game. Nee, ze proberen het naar een hoger niveau te tillen. Zeg maar, dat is het meer. Om er inderdaad, maar kijk, dit is niet een multiplayer game zoals een Call of Duty, die je gewoon speelt daarvoor. Je speelt dit. Nou ja, naar mijn idee dus, je speelt die singleplayer door en het is nog even tof om daarnaast ook een toffe multiplayer erbij te hebben. Maar wat je zegt, weet je, 90% van de games met een multiplayer, daar staat die multiplayer niet meer van na een half jaar. En dat weet ik niet of dat dit gaat zijn, want het was verbazingwekkend leuk, maar ja, weet je, er zijn gewoon heel snel mensen die afhaken met dit soort dingen. Marines, you're halfway to making it out of there. Hold on. They're coming over the rail! Ondanks dus dat het feit dat hij wel, hij komt wel laat, weet je. Ik heb hem een jaar geleden al gespeeld, hij voelde al af. En hij is al vele jaren in ontwikkeling volgens mij. Ja, en wat ze eraan gedaan hebben in de tussentijd, ik weet het niet. Misschien proberen ze hem vooruit te schuiven, zodat hij niet tussen de Call of Duty's en wat dan ook van het najaar. Ja, maar kom op man, wat komt er allemaal wel niet uit in het voorjaar? Er gaat zoveel uitkomen. Dat heb ik dus ook. En als ik inderdaad een top 3 of misschien een top 5 moet samenstellen, dan valt hij er net buiten. Maar als ik een top 10 moet samenstellen, en dat is natuurlijk best veel, maar dan zit hij er zeker in. Want ik ben echt super benieuwd. Weet je, ik vind de films tof. Maar ik heb hem daar gespeeld en dat sfeertje dat erin zit, ik wilde gewoon graag die game spelen. Ik wilde gewoon graag die Sulaco op om een soort van horror. Het is een beetje een horror game, weet je. Het is wel een vrij standaard shooter, maar het is nog steeds ook een horror aspect zit erin. En daar hou ik gewoon van. Dus. Ja, ik denk dat vooral de vele referenties naar de films het heel goed zullen doen, met name bij de fans. Tegelijkertijd kun je je afvragen, ik bedoel, voorjaar komt eraan, weet je wel. Er gaan echt tig games uitkomen en grote titels ook. Ja. En je moet jezelf afvragen, welke van die games gaat het meeste momentum aan zijn zijde hebben? En wat dat betreft ben ik dan toch een beetje bang voor Aliens Colonial Marines. Dat het toch een beetje ondergesneeuwd gaat worden in het geweld van al die andere. Ja, dat bedoel Dead ik. Space. Ja, tuurlijk. Hij komt natuurlijk wel wat eerder. Hij komt dus inderdaad halverwege februari al. En dat is wel een van de eerste. Mensen zijn dan toch al een beetje aan het sparen voor de shitload aan games die eraan gaan zitten komen dan. Nou, dat is ook zo inderdaad. Hij zal het wel moeilijk krijgen. Maar ja, weet je, je moet een beetje fan van zijn. Zeg maar. Ik denk dat inderdaad iedere iemand soort van ethisch horror, of is het ethisch of 90's? Ethisch, 70's zelfs al. Ja, Alien 1 is van eind jaar 70. Misschien een wat oudere gamer, weet je, die dan feest van herkenning. Het is echt een feest van herkenning. Dat knalt lekker weg, het is gewoon vreemd.